Ellen, wat vind jij nou van dat kastje? Dat kastje? Nou, als ik dat zo zie, dan vind ik het als ik het dan in het geheel zie, vind ik het totaal niet detoneren. Weet je, een kast kan dan in zo'n omgeving zo in de weg staan, maar dat doet hij helemaal niet. Ik vind hem eigenlijk heel goed erbij passen. Hij ziet er functioneel uit. Hij heeft een soort mooie details van die no-nonsense dingen. De verdeling vind ik ook leuk. Dus op die manier, als ik er gewoon uit esthetisch oogpunt naar kijk, vind ik het gewoon een goede kast. Het eerste wat opvalt aan de kast is dat hij doorzakt. En dat hij dus geen steun in het midden heeft. Ze hebben er dwars op de onderkant hebben ze soort bindjes van die 40 bij 40 mm balkjes geschroefd, gespijkerd, gelijmd of wat dan ook. Maar dat helpt niet voor het doorzakken. Dat doorzakken, dat verhelp je door links naar rechts van de kast een bindje te maken. Zodat die verstevigd wordt. Nu lijkt het meer op een vloertje dat ze de beentjes dwars liggen en daar wat vloerplanken overheen. Maar dat gaat niet goed. En daardoor gaat het blad aan de bovenkant ook doorzakken. En krijgt de hele kast een soort slappe indruk. Je ziet aan dat deurtje ook dat die scheef is gezakt vanuit de scharnier. Dus aan de bovenkant is die dan nog haaks, zie je, dat gaat wel goed. Aan de onderkant is die gaan doorzakken. En daarbij komt nog dat die kast is gaan schranken, omdat de kopse kanten, dat zijn losse planken die ze niet geschoord hebben. Dus die kunnen langs elkaar schuiven, dus dat gaat dan schranken. Dus de kast is door gaan hangen, waardoor die is gaan schranken en daardoor geeft het een rommelige indruk. Ook nog valt op te merken dat er zijn aan de onderkant van het bovenblad, waar die kunststof afwasbakjes in staan, daar zitten houtjes in de hoek. Die zijn nergens voor nodig. Het dwarsschot waar het deurtje tegenaan sluit, die is voldoende ondersteuning voor de bovenplank. Dus daar is dat extra latje in het hoekje. Is dat helemaal niet nodig. Bij het bovenblad in de hoeken zit ook een latje en ook aan de achterkant, al kan je dat hier niet zien. Maar die latjes moeten onder het blad zijn, want dat blad moet op dat latje rusten. En nu hangt het waarschijnlijk aan de spijkers die daar van onderaf er tegenaan geslagen zijn of schroeven. Dus het blad hangt nu aan dat latje in plaats van dat het erop rust. Dat is wel wat mooier, want het komt gewoon in het kastje te zitten en dat latje, dat zie je dan helemaal niet. En het is toch netjes en het is steviger.